Toco Talks. Vandaag zitten we met Jan Six. Jan, welkom. Dankjewel. Je zit hier natuurlijk als gerenommeerd kunstexpert, maar ook dat vak heb je moeten leren. Dan ben je kunstgeschiedenis gaan studeren. Waarom Amsterdam? Amsterdam, omdat ik eerlijkheidshalve een Amsterdammer ben. En dan zou je verwachten dat je weg wil uit Amsterdam, maar ik vind Amsterdam een hele leuke stad. En ik wilde sowieso kunstgeschiedenis studeren. En binnen kunstgeschiedenis specifiek wil ik me bezighouden met Rembrandt. En dat is het ook altijd gebleven. En er was één professor van de Wetering, dat was dé grote Rembrandt-kenner. En ik wilde echt les van hem hebben, om te begrijpen hoe je daar verder in kon komen. En Ernst gaf geen les buiten Amsterdam. Dus het was niet, ik kon niet naar Utrecht of naar Groningen en dan hopen dat ik een keer les van hem zou krijgen. Dus ik ben echt in Amsterdam weer ingedoken. Je zei net, ik wilde echt kunst begrijpen. Ja. Wanneer was het eerste moment dat je dat dacht? Oh, toen ik heel klein was. Ik denk, jaar of 7, 8. Dat ik toen, ik was altijd aan het tekenen en altijd aan het kijken en groeide op met veel kunst. En ja, het is een soort taal. Sommige mensen hebben dat met muziek, een soort absoluut gehoor. Ik denk dat ik, ik weet niet of het bestaat, maar een soort, het lijkt een beetje op absoluut gezicht zou kunnen hebben. Dus voor mij is het visuele heel belangrijk. Okay. Maar je is wel altijd creatief. Ja, altijd creatief. Oké. Okay. Ja. En je hebt gestudeerd in Amsterdam en je bent ook lid geworden. Waarom? Mijn ouders hielden vaak feesten. Wij wonen in Amsterdam. Mm-hmm. En waren er partijen en dan werden studenten gevraagd om te bedienen of mee te helpen. En die waren eigenlijk altijd lid. En als jong ventje rende ik daar doorheen. En als ik vervelend werd, gingen ze me een beetje ontgroenen. Dus ik kende het hele concept wel. Mijn ouders waren niet lid, ja. Dus het was niet een soort ding vanuit de opvoeding dat erbij hoorde. Mijn broertje is ook niet lid geworden. Maar het was altijd wel heel leuk en spannend. En ze hebben me echt als heel klein ventje nog meegenomen naar de Raamgracht. Ja, zo staat het hiervoor. Ja. Werd ik op de toog neergezet als een soort mascotte. En op een of andere manier is het allemaal een beetje bij me gebleven. En toen ik lid werd in 1999, toen was er geen loting. Ja, precies. En hoe was die tijd? Hoe was jouw tijd als lid? Nou ja, kijk, als je van buiten Amsterdam hier komt studeren en je bent wel eens uitgegaan in Amsterdam, dan ken je de stad misschien geografisch een beetje, maar dan ken je eigenlijk niemand. Maar als je hier opgroeit en je hebt je zoveelste vriendenkring alweer gehad, en je gaat studeren, ja, dan heb je niet echt, je hoeft niet mensen te leren kennen. Dus het is een extra. Het is een verlenging van iets. Het is een bonus, als het ware. Maar het was voor mij niet mijn basis. Dus mijn week draaide niet om de borrel. Ik ben wel altijd heel erg bezig met de creatieve kant van het koor. En werd hetgeen wat je creëerde, werd dat geapprecieerd? Dat hoopte je altijd wel. En tijdens dat lustrum, toen had de Senaat bedacht om boven al die tappen portretten te laten schilderen. Mm-hmm. Van mensen die, het thema was triomf, een soort overwinning. En dat waren dan allemaal grote mensen. En ik heb toen gezegd, oh, dat doe ik wel. Ik ga dat wel schilderen. Dus toen heb ik Muhammad Ali en Einstein en weet ik wat, en Marilyn Monroe enzovoort. Heb ik die allemaal daar zitten schilderen. Maar ik herinner me dat ik hier echt weken gewoon in mijn eentje in de middag dan zat te schilderen. En dat deed ik dan om de zoveel tijd weer een portret. En dat was vaak niet af. En dat groeide dan. En sommige disputen, zoals Hera en Thalia en Viator, die begrepen dat helemaal niet. Dus dan kwam ik woensdag weer borrelen en dan hadden ze het helemaal weggekrast. Oh, ja. Dus dat was een hele andere mentaliteit. Ja, precies. Ja. En je gaf het aan dat jij eerder ging werken dan je jaargenoten. Zoals ik net zei, kunstexpert, kunsthandelaar vooral. Ja. Kun je vertellen wat je precies doet? Nu? Nou, nu heb ik eigenlijk in zekere zin mijn vak een beetje verzonnen, bedacht. Okay. Want kunstgeschiedenis is een studie, maar het leidt niet tot een vak wat beschermd is. Dus je diploma kunstgeschiedenis is leuk, maar dat geeft eigenlijk aan dat je kan nadenken over cultuur of over tijd. Verlengde van dat studeren is bij een veilinghuis werken. Omdat je bij een veilinghuis natuurlijk spullen in handen krijgt en dat je het echt kan zien. En wat meer over de praktische kant van de kunstwereld leert. Dus ik ben dat ook gaan doen. Maar Kom je makkelijk binnen? Nou, bij Sotheby's? Dat,
Dat zou je denken, maar dat was een baantje als werkstudent om daar te werken, wat echt verdeeld was onder drie disputen. Dus dat waren dan wat oudere studenten die dat dan, die ronselden dan andere studenten om daar te mogen werken als bijbaantje. En toevallig in mijn periode zat er net een Beetsiaantje, dus die zei, ik heb nog wel een baantje voor je. Terwijl ik daar als kind al lang rondliep vanuit mijn familie, maar die jongen zei, nou dan kan je een beetje bijwerken. En daar heb ik de andere kant van het veilen geleerd, want ik kwam er altijd als, nou, met mijn vader als cliënt mee en nu opeens moest ik de andere kant zien. En het vond ik heel leuk, maar het probleem is dat je dan niks mocht zeggen. Dus je stond eigenlijk stil in de hoek, je wafel te houden en dan had je een catalogus die je dan mocht laten zien aan een cliënt. En verder, ja, je moest een das aan en dat was het. Ja. Dus dat heb ik een tijdje gedaan, maar ik vond het heel frustrerend dat je niet echt onderdeel van dat bedrijf was. Je was gewoon een werkpaard. En op een gegeven moment merkte ik dat ik toch wel een beetje met klanten ging praten. En dat ook steeds leidde tot een soort van moeilijke situatie. Waarbij de experts zeiden, hou nou je wafel dicht. En ik dacht, ja, maar ik vind het juist leuk om interactief met die mensen. En daar ook wat van te leren en zelf dingen vast te pakken, et cetera. Ja. En toen ben ik gek genoeg een beetje opgemerkt tijdens zo'n kijkdag door een Engelse expert die daar op bezoek was vanuit Sotheby's Londen. En die zei, volgens mij moeten we die jongen een keertje op gesprek vragen. Dus toen ben ik een beetje geronseld door Londen. En uiteindelijk heb ik daar een baan gekregen, ben ik in Londen gaan werken. En na 4, 5 jaar daar gewoond te hebben, was ik nog steeds verliefd op het Nederlandse meisje die ik tijdens mijn studententijd leerde kennen. En dacht ik, nu wil ik terug naar Amsterdam. En toen heb ik nog een paar jaar in Amsterdam gewerkt. En toen kwam die crisis. Dat was de 2008-crisis. En alles viel eigenlijk in elkaar. Het werd één grote ellende en iedereen werd ontslagen. En Sotheby's besloot ook om de boel eigenlijk om te gooien. En toen dacht ik, nou kan ik blijven zitten. En de komende 5 jaar me helemaal uit de naad werken en een soort burn-out krijgen. En dan komt er een hele leuke jonge student die mijn plek overneemt. Dat ga ik niet doen. Dus ik kap ermee. En toen ben ik eigenlijk, zonder dat ik echt wist wat ik deed, ben ik gewoon maar een galerie gestart. Oké. Dus ik heb eigenlijk het gecreëerd. En wat ik doe is heel erg op mezelf alleen werken, alleen ontdekkingen doen. Mijn galerie is een soort van bubbel waar mensen welkom zijn op afspraak. En je hoort nooit iets van me en dan heel af en toe dan knal ik in de media even naar buiten en dan verdwijn ik weer. Ja, want je hebt natuurlijk 2 Rembrandts ontdekt de afgelopen jaren. Kun je een beetje vertellen hoe dat proces ging? Nou, je doet het in je eentje, zei je dus. Ja, inderdaad. Je doet het in je eentje. Ja, hoe doe je dat? Het is een samenkomst van allerlei factoren waarbij uiteindelijk geluk natuurlijk heel belangrijk is. Want je had, op dat moment had ik ook op vakantie kunnen zijn en dan gaat het allemaal voorbij. Maar bij het eerste schilderij is het doodsimpel dat je een catalogus binnenkrijgt. Die worden opgestuurd vanuit die veilinghuizen. Dit was een Duits veilinghuis, een heel klein veilinghuisje, die een soort rommelveiling hielden waar allerlei schilderijen zaten, waaronder dit ene schilderij. En ik opende die catalogus en er stond schilderij afgebeeld en er stond Nederlandse school, dus Nederlandse Schule, 17e eeuw vraagteken, oftewel het is allemaal vrij onduidelijk. Ze wisten het zelf ook niet helemaal. En in de beschrijving stond, het heeft iets te maken met de omgeving van Rembrandt, want daar refereert het aan, maar niet helemaal uitgelegd hoe of wat. En ik keek naar het plaatje en je ziet Christus met allerlei vrouwen om zich heen, met kinderen. Maar boven die Christus en die eerste groep zitten allemaal kleine figuren. En helemaal bovenaan, een soort torens boven die meute uit, een heel jong mannetje die naar beneden staart. Of met zijn lichaam naar beneden kijkt, maar jou recht aankijkt als toeschouwer. En dat gezichtje, dat is het gezicht van Rembrandt. En als je een aantal jaar je verdiept in Rembrandt, dan herken je die persoon, die kop herken je. Maar het was een hele jonge Rembrandt. Dus je kijkt naar een rockster poster, maar dan van iemand die net begonnen is met zingen. Ja. En het eerste wat ik me afvroeg is, wie zou nou zo'n hele jonge Rembrandt gaan schilderen?
behalve hij zelf. Ja. En als je een schilderij maakt en je zet jezelf in zo'n scène, helemaal als het een Bijbelse scène is, waarbij je zelf natuurlijk nooit aanwezig was, dus het is al een beetje gek om dat te doen. Wie zou dan een Rembrandt erin zetten? En dan een jonge Rembrandt in plaats van een oude Rembrandt die heel bekend is en dus een rockster is. Wie zou nou zo'n onbekende knuppel uit Leiden, die niemand kent, boven in zo'n schilderij zetten? Dat slaat helemaal nergens op. En de enige oplossing die je dan kan verzinnen is, hij doet het zelf. Hij is jong, hij is enthousiast en eager. Wil namaken en schildert zichzelf dan in die compositie. En als je de eerste 30 schilderijen van Rembrandt bekijkt die we kennen, die allemaal toegeschreven zijn en kloppen, dan zie je bij heel veel van die Bijbelse voorstellingen dat hij zichzelf er steeds inzet. Dus hij deed het eigenlijk altijd. Ja. Dus als je die kennis hebt, die basiskennis, dan ja, letterlijk binnen een minuut denk je, maar dit klopt niet of het is zo. Maar je moet natuurlijk een beetje oppassen dat je niet overal Rembrandt in ziet. En dat je koning Eénoog in het land der blinden, ja, en dat je in een tunnel zit. Dus ik moest daar naartoe. Gewoon het vliegtuig of de trein pakken en dan dat schilderij in het echt zien. Omdat ik me natuurlijk ook afvroeg, waarom zegt een veilinghuis erbij, is het wel 17e eeuws? Want je zou toch denken dat ze wel weten wat ze doen. Dus ik ben naartoe gegaan en gevraagd, mag ik dit een aantal schilderijen zien, maar waaronder dit schilderij. En toen iedereen weg was, heb ik natuurlijk dat ding uit het karretje gepakt en gekeken. Toen dacht ik, ja, dit is wel echt een 17e eeuw schilderij. En dat kan je aan allerlei dingen zien, waaronder krakelee van verf enzovoort. En toen ik daar stond in Keulen was dat. Dat is een heel gek moment, omdat je opeens heel zeker wordt van je zaak. En je weet dat niemand anders dat weet op dat moment. Een soort, hè, je bent de eerste. Ja, maar je moet dus niet gaan staan springen. Nee, precies. Dus je moet dan even heel stil worden. En toen dacht ik, het stond in die catalogus voor 10.000 euro. Nou ja, dat is natuurlijk geld, maar is natuurlijk helemaal niks voor een Rembrandt. En toen dacht ik, nou, ik zal niet het slimste jongetje van de klas zijn. Dus hoe ga ik dit nou doen? En toen heb ik een investeerder gebeld, iemand die ik al heel lang ken. En gezegd, misschien heb ik iets heel bijzonders gevonden, maar dan moet jij het betalen. En dat kan natuurlijk heel duur worden. En toen legde ik het uit, ik denk dat het Rembrandt is. En die man die dacht, nou, je ziet ze vliegen. En heb ik helemaal die hele situatie uitgelegd. En uiteindelijk dacht hij, nou, dit zou zomaar, als jij denkt dat het zo is, dan zou het zomaar kunnen. Hoeveel moeten we dan betalen? En toen zei ik, nou, jij moet minimaal 1 miljoen neerleggen. Of misschien wel 2 miljoen, of misschien wel 5 miljoen. Want je moet de particuliere kopers en de andere handelaar, die moet je er allemaal uitbieden. Dus het wordt heel serieus. En toen zei hij, ja, je moet dan wel vragen aan de grote Rembrandt-expert, die leraar waar ik bij wil studeren, die van de Wetering, wat hij ervan vindt. Dus ik ging op mijn fietsje met een kopietje van dat schilderij en dat detail van dat hoofdje. En ik liet het hem zien en toen, ik weet nog dat ik aan zijn keukentafel zat en dat hij zei, nee, dit is geen Rembrandt. En toen zei ik, en is dit gezicht Rembrandt? Zei hij, nou, ik zie al wat je bedoelt, maar dat is een soort pastiche, een soort fantasie-idee. Okay. En toen zei ik, okay, en heeft iemand anders je dit laten zien? En toen zei hij, ja, ik heb een plaatje gezien, maar... En hij zei ook verder niet wie. En toen zei ik, nou, dankjewel. En toen fiets ik weg, toen belde ik die investeerder. En zei ik, nou, hij zegt nee. En toen zei hij, dus we gaan het niet doen. Toen zei ik, jawel, maar hij begrijpt het niet. Okay. En dan, dit zijn die momenten, die decisive momenten. Wat ga je dan doen? Ga je dan achter je droom aan? Ga je eigenwijs zijn? Of niet? En ik vertel het nu met een glimlach en dat het makkelijk is. Maar dat schilderij was, en achteraf bleek dat ook, was eigenlijk voor de helft overschilderd. Op een later moment. Dus de helft van het schilderij had hele felle kleuren. En dat kon je helemaal niet goed begrijpen. Het leek helemaal niet op Rembrandt. Maar de bovenkant en die figuurtjes bovenaan, vooral met dat zelfportretje, die waren heel goed. Dus ik had het idee, ja, hij ziet het misschien niet, omdat hij alleen maar naar die overschildering kijkt. Maar dat komt vanzelf goed. Dus, een beetje een les, stick to your guns. Als je echt denkt dat iets klopt, dan moet je dat gewoon vasthouden. En toen hebben we afgesproken, okay, dan wel. En ik weet dat ik toen met mijn ex-vrouw op vakantie ging.
naar Griekenland. En die veiling zou zijn op de dag dat wij terugvlogen. Dus ik kon er ook niet bij zijn. Ik wilde er ook niet bij zijn. En op een gegeven moment was het een uur of drie of zo. En ik dacht, ik ga toch maar eens bellen wat er gebeurd is. Toen belde ik die investeerder en ik zei, en? En toen viel hij even stil en zei hij, well my boy, dat is een Engels investeerder, it better be by Rembrandt. En toen had hij het gekocht voor, ik gaf 2,2 miljoen of zoiets. Zo. Ja, en dan begint het. Want dan heb je een schilderij wat niet in de literatuur staat, wat niet gesigneerd is, waarvan jij denkt dat het Rembrandt is, waar gelukkig wel een gezichtje op staat, maar waarvan de grootste Rembrandt-expert zegt, nee, is geen Rembrandt. Dus dat, en we zijn nu 7 jaar aan het restaureren. Want die hele laag die er overheen zit, die moeten we helemaal af. We zijn al 7 jaar bezig. We zijn nog steeds bezig. Maar na de eerste 4, 5 maanden kwam deze professor terug en die zei, ik heb nu de röntgenfoto's bekeken en alle verftesten en alle analyses en je hebt helemaal gelijk. En inmiddels is de schilderij ook al 2 keer tentoongesteld in Rembrandt en het is helemaal goed. Maar en zijn er nog veel Rembrandts te ontdekken? En ga jij die ontdekken bijvoorbeeld? Nou, dat zou heerlijk zijn. Nee, ik gun het iedereen. Okay. Ik zou het ook leuk vinden als er andere mensen zijn die dit ook meemaken. Ik denk dat er zeker Rembrandts te ontdekken zijn. Want het is natuurlijk serieel om te bedenken dat dit het is. Ja. 5 jaar geleden of 8 jaar geleden, dan zou je ook kunnen zeggen dit is het. Maar dat was het blijkbaar niet. Dus om iets in absolutieve aan te nemen, dat slaat nooit echt ergens op. Omdat je het gewoon niet kan weten. En ik denk dat het logisch is om te bedenken dat als iemand 40 jaar schildert en dan 400 jaar lang doorleeft in eer en in aanzien, dat er natuurlijk een hele hoop is gebeurd met dat oeuvre. Dus al tijdens het leven van Rembrandt zullen dingen kapot gemaakt zijn en verscheurd zijn, in de fik en op aard gegooid zijn. En er zullen ook dingen fout geïnterpreteerd zijn. Dus er zullen heel veel schilderijen en tekeningen in depots liggen waarvan we nu denken, die zijn helemaal niet goed. Maar als we dat beter zouden plaatsen in het oeuvre, dat we erachter komen dat die dingen eigenlijk wel goed zijn. Dus dat is een beetje wat je doet ook. Dat is eigenlijk ook. Ja, nou zijn die musea-depots minder interessant. Ja. Het is heel leuk. En er zal ongetwijfeld wel wat uitkomen. Maar het is leuker als het op de markt gebeurt, want dan kun je er ook wat aan verdienen. Zijn er bepaalde dingen die je hebt meegemaakt, die je hebt gemaakt tot de persoon die je nu bent? Ja, ik denk dat die tijd bij Sotheby's heel belangrijk was om door te krijgen dat je altijd maar moet blijven kijken. En dat je nooit moet denken, als er iets in de catalogus staat of als er iets in een academisch standaardwerk staat, dat de waarheid is. Je moet altijd teruggaan naar het object. Dus je moet altijd toch eigenlijk met je handen kijken. En dat is heel ingewikkeld, want als je naar een museum wandelt, dan mag je niet in de buurt komen, dan moet je stil zijn. Maar dat slaat nergens op. Schilderijen zijn natuurlijk niet gemaakt om niet aan te raken. Hoe gek dit ook klinkt, maar het is handwerk. Dus ja. Het is fijn om het vast te houden. En het is ook fijn om de achterkant te bekijken. En daar ook over te praten met elkaar. En vaak is het relief van de verfstructuur heel belangrijk om te kijken hoe de conditie eruit ziet. Ja. Dus dit zijn driedimensionele objecten. Ja. Ja. Dus die Sotheby's tijd was heel belangrijk omdat je daar heel veel ziet. Je catalogiseert duizenden schilderijen. En als je kunstgeschiedenis leuk vindt, dan word je vooral een tweedimensionale student. Want je kijkt alleen maar boeken. Ja. Dus dan leer je eigenlijk niks. Je leert iets over schoonheid. Maar dat zit vaak al in jezelf, wat je zelf mooi vindt. Maar je begrijpt niet helemaal waar je het over hebt. Dus als je altijd maar naar de nachtwacht kijkt, dan zal de grootste afbeelding ongeveer zo groot zijn. Ja. Als je dan opeens voor de nachtwacht in het Rijksmuseum staat, dan denk je, wow. Ook dit begrijp ik helemaal niet. Dus het is heel belangrijk om naar die praktijk toe te gaan. En dus Sotheby's is heel belangrijk. Zou je een beetje kunnen vertellen wat het belang van kunst is in het algemeen? Dat is een hele ruime vraag. Maar ik denk voor mijzelf persoonlijk is kunst een soort alternatief voor religie. Dus waar sommige mensen naar de kerk gaan op zondag en heel veel troost en inzichten krijgen vanuit geloof. Ik ben atheïst, ik heb dat helemaal niet. Ging ik als kind al naar veilinghuizen in het weekend. En is voor mij het kijken, het visuele, een enorme troost. Dus ik vind troost in schoonheid. En dat vind je met name via kunst. Of dat nou ballet of opera of dans of concerten, wat dan ook. Dat is allemaal hetzelfde. Maar, en schilderij met name voor mij dan. Maar daar zit een schoonheid in.
En daar krijg ik een soort rust uit. En kan ik me ook verhouden tot mensen die het maakten en mensen die dit net als ik bekijken en aanschouwen. Er is een reden waarom in veel ziekenhuizen kunst hangt. Omdat het mensen rustiger maakt, omdat je het laat nadenken en omdat je het laat beschouwen. En voetbal heeft ook die functie. Als we geen voetbalwedstrijden hadden, zouden waarschijnlijk een hele hoop mensen nog meer hooligan zijn, nog meer vandaal zijn. Het is een uitlaatklep. En ik denk dat kunst in zekere zin een soort intellectuele of meer cognitieve uitlaatklep is, die heel relevant is. En dat het zeker bijdraagt aan de samenleving om de samenleving draaiende te houden. Helaas, nogmaals, wat mij betreft, veel te weinig. Ja. Ik denk dat de budgetten voor cultuur minder zijn dan voor de muziekband van het Amerikaanse leger. Dus alles is relatief. En hebben ze het nog niet helemaal door. Maar goed, soms dan zijn er uitschieters en dan worden bijvoorbeeld twee Rembrandts aangekocht voor 160 miljoen. En dan heb je een maatschappelijke hetze over. Ja, dan heb je weer hetze, maar dan, zorg. Ja, maar toch lukt het. En dan heb je toch weer de hoop. Ergens begrijpt men het wel. En aan de andere kant, dat is ook zo'n gek gegeven. Maar Nederland heeft de meeste musea ter wereld. Ik geloof iets van 1400 of zo. Dat is voor zo'n klein landje natuurlijk krankzinnig. Maar dat geeft ook wel aan dat het heel diep in ons DNA zit. Verzamelen, tentoonstellen, willen begrijpen, et cetera. Heb je nog bepaalde doelen die voor de komende jaren of bepaalde ambities? Voor de twee ontdekkingen die in de media vrij naar buiten kwamen, was er een andere ontdekking. Dat is niet helemaal op mijn rekening gekomen, dat er wat meer mensen waren die dat allemaal zagen. Mm-hmm. Het ging over een heel klein zelfportretje van Rembrandt, ook in een klein veilingtje ergens. En toen was ik werkte nog net bij Sotheby's, maar toen heb ik tegen de krant gezegd, ik denk dat dat een Rembrandt is. En alle andere mensen zeiden, al die experts zeiden, dit is geen Rembrandt. Dus het werd een beetje controverse. Waarom denkt Jan dat wel? En ik bleef een beetje trouw aan mezelf. En een half jaar later, na allerlei onderzoek, bleek dat het goed was. Dus dat was mijn eerste soort intellectuele overwinning. Ik had gelijk. Toen hield ik een interview en toen vroeg de interviewer, dit is heel mooi allemaal, maar het lijkt een beetje alsof je een 12-jarige bent die een Grand Slam toernooi wint. Wat nu? En zonder blikken of blozen zei ik, oh, ik ga er weer in ontdekken. En ik weet dat ik zat in zo'n rondvaartboot, het programma was op AT5, de Zwoele Gracht. Mm-hmm. Grappig onzinprogrammaatje. En naast mij was een andere persoon die werd geïnterviewd, een modeontwerper. En die begon keihard te lachen en die zei, haha, dat gebeurt nooit. Ja. Dus toen die tweede ontdekking in de media kwam, toen belde hij hem op en zei, je hebt niet alleen één keer, nu twee keer is het gelukt. Hoe kan dat? Toen zei ik, ja, dat weet ik niet. Je moet je er gewoon niet zo op instellen. En ik probeer hiermee te zeggen dat je kan wel bepaalde doelen voor jezelf gaan formuleren. En je kan wel een droom willen najagen, maar dat gaat nooit gebeuren. Het is net als je verliefd wil worden, word je niet verliefd. Dat gebeurt. Ja. En dat moet je loslaten en dan opeens is het er. Dus ik denk dat het belangrijkste is dat je beseft dat je niet in een plaatje leeft. En dat het leven niet bestaat uit een idee, een concept en een plaatje wat je moet najagen. Ik moet op die leeftijd getrouwd zijn en ik moet een baan en ik moet een huisdier. Allemaal onzin. En je moet bedenken dat je teruggaat naar het hier en nu. Dat je heel erg nu leeft en dat wat nu op je pad komt heel relevant is. Dat je daar heel erg in gaat leven en dat de rest toch wel gebeurt. En als het zo moet zijn, gebeurt het ook. En ik kan het alleen maar achteraf verklaren, dat het feit, ik ontdekte die Rembrandts, niet omdat ik toevallig er tegenaan wandelde, maar omdat ik natuurlijk 20 jaar obsessief naar Rembrandt aan het kijken was en alles wat er ook maar enigszins mee te maken had, serieus nam. Ja. Ja, dan is het bijna wel gek dat je pas na 20 jaar iets ontdekt. Hè? Maar het was wel uniek, toch? Die twee dat opmerking. Ja, het is uniek omdat het niet zo vaak voorkomt. En de laatste keer dat Rembrandt ontdekt werd, was in 1974. Dus dan is het bijna 40 jaar daarvoor. Mm-hmm. Dus dat maakt het uniek. Maar dat is voor de buitenwereld een gegeven. Omdat Rembrandt een exclusieve naam is, omdat het niet vaak voorkomt. Maar er zijn ook mensen die 50 jaar zich bezighouden met Rembrandt en nooit een Rembrandt ontdekken. Ja. En die hebben zich dan toch net niet goed genoeg ermee bezig gehouden. Of net niet
obsessief bezig geweest. Nou, Jan, enorm bedankt voor het interview. Ja.